Hallo, mijn naam is Gijs Groenteman. Ik zit niet in een archiefkast op de redactie van de Volkskrant. Die archiefkast, ik blijf het zeggen omdat het me zo spijt, die bestaat niet meer. Ik zit nu in de supermoderne studio in het Mediavaartgebouw. Waar de Volkskrant een klein onderdeeltje is tussen alle autoweken en Margrieten en Q-Music en weet ik veel wat. En ergens zijn er een paar podcaststudios naast elkaar. Nou, in een van die studio's zit ik met mijn gast. Mijn gast is filmmaker, ik ken hem al vrij lang. Ik ken hem helemaal niet heel goed hoor, maar ik heb hem vrij lang geleden al voor het eerst ontmoet, dat zal ik zo meteen uitleggen. En ik ben sowieso een enorme fan van zijn werk. Hij is, nou, ik zal hem maar documentairemaker noemen, en hij is wat mij betreft de specialist in het maken van biografische documentaires. Hij heeft prachtig werk gemaakt over Renate Rubinstein bijvoorbeeld. Een hele mooie film over Frans Pommet, over de volste de tekenaar, over zijn eigen vader, de fotograaf Eddie de Jong. Um, en hij heeft een heel eigen manier van film maken waarin hij ja, op een waanzinnig virtuose manier uh, archiefbeeld en nieuwgedraaide interviews en nieuwgedraaide soort scènes monteert op een, ja, op een wervelwindachtige manier waardoor je vanaf het eerste moment wordt meegevoerd in het verhaal dat hij wil vertellen uh, in zekere zin de draad kwijtraakt van wat er precies gebeurt maar ondertussen wordt dat verhaal Kristalhelder Helder vertelt. Nou, dat is een grote kunst die hij... En daar wil ik het graag met hem over hebben. Hij heeft nu een film gemaakt, een vierluik, over Theo van Gogh. De uh, filmmaker, cineast, columnist en wat mij betreft vooral interviewer. Want daar was hij het allerbeste in, vind ik, van alle dingen die hij deed. Theo van Gogh. Uh, eindeloos interessante figuur. En daar heeft mijn gast een geweldige vierdelige documentaire serie over gemaakt... De eerste deel is afgelopen maandag uitgezonden door BNNVAR. Maar alle delen zijn al op verschillende ja, apps. En dan ziet NPO, start, weet ik veel wat te zien. Dus ga die lekker bintje. Het is echt een hele dikke aanrader van mijn kant. En ik ga nu praten met de maker van deze film, David de Jong. David, goedemiddag. Goedemiddag. Um, we kennen elkaar. We hebben elkaar ooit leren kennen, omdat toen bij de, uh, het tienjarig jubileum van de sterfdag van Israël Meijer, had ik een boekje over hem geschreven. En jij had een radiodocumentaire over hem, uh, hem gemaakt. Ja. En ja, er is, er is een aantal gelegenheden geweest waar we als een soort duo optraden, waar we sa samen waren uitgenodigd. Ik herinner me een interview bij Klaas Drupsteen. Ja, zijn we daar niet bij kunststof toen op ingegaan, hoe dat toen liep? Want ik zat Klaas Drupsteen te pesten Precies. en jij corrigeerde mij. Ja. ja, ja een ja, nette man. Wat? Nou, een hele nette man. Jij ging, jij ging zeggen van, uh, doe, je, doe je vragenlijstje weg, dat zou Israël ook niet oh, doen, ja, ja. enzovoort. Maar volgens mij herhalen we nu kunststof van drie jaar geleden. Nou, het zou heel goed kunnen dat mensen A, niet meer weten. Het als zou Het zou al theoretisch willen. kunnen. Nee, maar je weet helemaal niet waar ik heen wil. Okay. Toch? <laughs> nee. Nee. Nee, maar dat maakt toch... Nee, maar je zegt heel bestraffend van, ja, haal nu kunststof van drie jaar geleden. Dat is misschien deels zo, maar ik zeg dit met, met een doel, zeg ik dit. Oké, okay, oké. Okay. Omdat je toen, zou ik maar zeggen, de, uh, ja, de wereld van je onderwerp liet stromen in de wereld waar je op, waar je op dat moment zelf in zat. Namelijk, je begon ISCA's interviewsregels interviewregels ja. op te leggen aan de man ja. die jou... Tien jaar na Israël's dood interviewde over de radiodocumentaire die je over hem uh, voor Israël had, uh, had gemaakt. Ja. Dat werd een soort, soort ja, mix-up van dingen, werd dat eigenlijk. En dat do doet me aan wat je me net uh, vertelde, want gisteren is de eerste, het eerste deel van je documentaire serie over Theo van Gogh... Uh, op tv uitgezonden. Dus er stond nu een recensie van in uh, in NRC, misschien in meer kranten, maar ook in NRC. Ja, hilarisch. En in die recensie gebeurt eigenlijk een beetje hetzelfde, namelijk dat de we de wereld van die film of de wereld van Theo van Gogh en gewoon de de de, re de, de huidige realiteit ook met elkaar vermengd raken. Kan je even uitleggen wat er uh, wat er gebeurt in die recensie of hoe dat wat, ja, wat het is? Amber wisnitzer die uh, wijdt vier Alinea's aan hoe ze zich voorbereidt om naar die serie te kijken, naar ja, deel 1. De Hunkering heet hij. Theo van Gogh, De Hunkering. En beschrijft wat er bij Goeiemorgen Nederland, Nederland over wordt gezegd en uh, andere overwegingen. En komt dan in de laatste twee Alinea's en gaat ze kijken. En dan ziet ze na tien minuten de katjescène, de beroemde katjescène van Theo van Gogh, waarbij katjes in de wasmachine worden Uit gestopt. Uit de film Luger. Uit de film Luger. En dan, dan besluit ze toch maar om de tv uit te zetten. En waarom besluit ze om de tv uit te zetten? Legt ze dat, kan, je, kan je ze voorlezen, de, ja. de laatste alinea's van. Uh, ja. Hoe heet ze de schrijfster? Amber, Amber Witsnitzer. Witsnitzer. Omdat het ochtends niet gelukt was in de materie te komen, deed ik s'avonds extra mijn best met de eerste aflevering van de vierdelige docu. Moeilijk was dat niet. De hunkering is prachtig gemaakt en slim gemonteerd archiefmateriaal illustreert de woorden van een enorme hoeveelheid geïnterviewde vrienden en familieleden, buurvrouwen en klasgenoten, bekend en onbekend. Uit hun verhalen klinkt afwisselend bewondering en afschuw van die snoeihard en poeslief kon zijn, altijd ongrijpbaar met een onmiskenbare aanleg voor ontregeling. Ook van Van Gogh's film Luger werden beelden gebruikt. Een controversiële film was het geweest, legde een van de geïnterviewden uit, met een gruwelijke scène met katten en een wasmachine. In het scherm verscheen een man die twee katten in een wasmachine schoof. Ik zette de tv meteen uit. Bijzonder truttig, besefte ik beschaamd toen ik de scène googelde en tot de conclusie kwam dat die katten natuurlijk niet echt een wasje hadden meegedraaid. Als ze hem niet had uitgezet, dan hadden ze vervolgens dezelfde uitleg kunnen krijgen. Dat, Precies, dat, wordt in, dat, dat wordt in je film uitgelegd. Ja. Maar haar schrale troost toen de film uitkwam in 81 begrepen mensen dat ook niet. En zegt flink wat vrijzinnige tv-kijkers hun abonnement op bij de, bij de VPRO die de wasmachine-scène had uitgezonden. Zo erg zijn de tijden nou ook weer niet veranderd. Punt. Dat is het einde van de recensie. Ja, ja ik vind het erg geestig. En dit is, een dit, is een tv dit is een recensie van jouw film. Dit is niet een soort, soort column over haar dagelijkse muizenissen. Even, even kijken wat, hoe het heet. Sepp, dat is de ja, recensie, dat is de recensie. Ja. En wat, 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 wat vind je? Je vindt het dus geestig, David. Waarom vind je het geestig? Nou, dat, ja, ik zie gewoon Theo van Gogh vanuit de hel in, uh, meelachen. Dat is toch precies wat hij wilde? Ja. Dus uh, ja, de werkelijkheid haalt. Uh... Ja, en ook grappig dat dus, dus het effect wat hij bij leven sorteerde. toen het allemaal vers was en nieuw en. Uh, ...ja, Het op dat moment gebeurde dat hij twintig jaar na zijn dood. nu er toch zoveel overheen is geweest. en we zoveel over hem hebben nagepraat en gedacht. en weet ik veel wat. en tijd toch ook, zeker bij doden. een soort zalvende werking heeft meestal. dat er dan toch bij sommige mensen, zoals deze Amber. blijkbaar nog altijd datzelfde schok-effect teweeg wordt gebracht. bij ook een vrij kinderachtige scène van hem trouwens. Met die poesjes in die wasmachine. Ja, kinderachtig, dat weet ik ook niet hoor. Maar uh, ik, ja, ik moest er wel om lachen altijd. Maar, ja, ik vind is... ook de kwalificatie slim gemonteerd ook al heel irritant. Want, in het, is, recensie. het is vrij dom. Vind ik aanmatigend. Zoals, ja, als, dat als, jij weet je, dat dat slim is. Ah, dat jij weet dat je. En ook slim gemonteerd is alsof je een soort. Heel leuk slimmigheidje hebt, hebt verzonnen. Ja. Terwijl, als ik de recensie zou zeggen, zou ik briljant gemonteerd opschrijven of of ja onweerstaanbaar gemonteerd, maar slim gemonteerd is echt zo van oh ja slim gedaan. Het heeft ook die connotatie. Dat dat denk met je eens. Ja, zo van leuk gedaan, maar ook weer niet zo ongelooflijk fantastisch. Ja, maar dat mag toch. Dat is toch haar zeker, vrijheid van mening Zeker, maar dat vind ik dat vind ik dus gezien het werk wat je hebt verricht, wat ik persoonlijk groots vind, vind ik dat nogal. Uh, nog wel aanmatigen. Dus dan kan ik die... Dat mag ze zeker opschrijven... maar dan kan ik haar al niet helemaal serieus meer nemen. Omdat, ja, ja. Ik, dus, omdat ik haar smaak dan niet, uh, niet, uh, niet zo serieus neem. Ja. Maar goed, dat heb ik heel vaak bij tv recensies. Nou, dank je wel in ieder geval voor het compliment. Ja, doe, graag gedaan. Um, <lacht> uh, <lacht> hoe is het voor je dat die film nu uit is? Een enorme opluchting. Ja? En uh, ja, ik loop op uh, wolken. Uh, ik krijg fantastische recensies. Mensen zetten tv uit. En uh, er gebeurt iets. De, uh, ja. En ik kreeg vanmiddag te horen dat uh, in de Telegraaf schreef Mark Koster dat het hallucinant mooi was. En toen zei Jaap Cohen, die ik daarover sprak, die zei, ja David, je moet het gewoon nu van de Telegraaf hebben. Ja. Dus uh, nou, dat is ook een nieuwe ontwikkeling. <laughs> dat is fantastisch. Ja, maar zouden zou, zou de, de geesten inderdaad nog altijd zo gescheiden zijn, dat zou ik maar zeggen, de aanhangers of de mensen die sympathie hebben voor Theo van Gogh, ja film op waarde kunnen schatten en dat de mensen begon ik die ook te denken, en ja. de mensen die dus een natuurlijke weerzin voor hem voelen wat ik overigens ook volstrekt begrijpelijk vind maar dan ook niet meer de kracht van die film kunnen zien omdat ze zo zoveel weerzin voelen voor de persoon die hij was ja maar dan is het ook weer zo dat de VP Roghits bijvoorbeeld het een prachtige serie noemt oké okay. dus het is niet okay. helemaal zo zwart-wit nee. Nee. nee nee en of je nou blij moet zijn met complimenten van Mark dat kan je je ook afvragen Mark ja Koster. daarom ja <laughs> ja maar je loopt de wolken. Ja. ja. Nou, ik heb de première was zaterdag en uh, ja, er werd echt voortdurend gelachen. Ook op momenten dat ik niet verwachtte. Trouwens ook op momenten dat ik het wel verwachtte, was het uh, uh, stil. Buisstil. Bijvoorbeeld als Theo het lied zingt. Ik zocht jouw anorexia. En een gratis pakhuis was je zeker op uh, Wider Shade of Pail. Uh, ja. Nou ja, ik heb uh, gewoon gehuild van het lachen toen ik dat voor het oh, eerst ja? zag. Gewoon door, door de manier waarop hij die melodie van Procol Harum en de cadans de van, van die tekst, uh, dat hij dat zo in zoiets absurds omzet. Nou ja, en dan die hele outfit in de hunkering erbij. Ja, ik, ik heb dat gewoon steeds teruggedraaid en dan weer keihard lachen. En, en, en in de première, uh, muisstil. Ja, ja. ja. Gratenpakken is misschien een, in, misschien een uh, ingewikkeld woord of zo. Ja, ik vind het zelf ook niet echt heel grappig. Nee, nee, nee. Maar ik, vind, Sorry, ik vond zou zeggen zijn gevoel voor humor ook niet zijn grote kwaliteit. Nee, dat zeggen veel mensen. Ja, ja maar ja, misschien zit ik dan toch. Dicht, ik vond hem, ik vond hem fantastisch bij dat het niveau van, van, hem. van hem. Want ik het niet als laag of hoog uh, noemen, maar het gewoon leuk of niet leuk. Ja, ja, ja. ja. Dan zit ik bij dat niet leuke, ja, dat niveau, niet leuke, van leuke hem. niveau van hem. Ja. ja, bijvoorbeeld Neukschool Pam op een, uh, op een Volvo. Uh, zo'n. Zo, 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 ja, hij had, zo had, Max Pam, had hij zo'n soort, zo soort bak zoals rijschoolleraren, Ja, uh, op Neukschool Pam. Hebben. En dan naar Amsterdam gaan rijden. En dan uh, naar vrouwen kijken. En uh, grappen maken en zo. Ik kan er wel om lachen, ja. Maar ik ben verder een hele linkse jongen of zo. Maar, uh, heeft toch ook niks met. Dit heeft toch helemaal niks met links of rechts te maken. Nou ja, je wordt het. al snel in een hokje geduwd als je, uh, als je een bepaald iets over nou bijvoorbeeld zo'n pam, uh, Er zit bijvoorbeeld ook een scène in de serie. Dan zegt de, de, de hoofdpersoon van Luger, zegt. Uh, James, gooi nog eens een neger op het vuur. Ja. Nou, daar werd ook in de montage werd er ook gezegd. Ja, je moet dat niet in deel 1 doen. Want in deel 1. Of deel 2 geloof ik. Want dan in deel 2 is hij meer een soort held. En iedereen haakt af bij die zin. Nou iedereen kan zich dus niet verplaatsen in het feit dat je een film maakt over een psychopaat die zoiets zegt. Ja. Dus uh, kennelijk is het nog steeds weer 1951 dat uh, W.F. Hermans uh, de katholieken uitscheldt. Uh, nou ik zou, niet, ik zou willen zeggen het is niet uh, nog 1951, het is weer 1951. Het is weer, ja. 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 Maar goed, dat is natuurlijk steeds in, in deel het hele, feit, het hele feit dat je net het en-woord uitsprak. Ja. Wat ik ook absurd vind dat je dat dus niet mag uitspreken ja. in citerende zin. Maar goed, je hebt eigenlijk, eigenlijk een soort, soort, soort regel over. over nu streden, al overtreden, ja. Een, door, door, dat, door dat woord uit te spreken. Ja. Um, wat ik heel raar vind, nogmaals. Maar goed, dat, uh, daarover uh, kunnen we nog urenlang discussiëren. Um, maar goed, hele, het, het, hele, het hele begrip ironie. En uh, ja, inderdaad. Uh, humor namens. Vanuit een psychopaat of weet ik veel wat dat, ja. dat soort dingen wordt natuurlijk niet, niet, niet begrepen. Waardig geschat of. In de juiste context meer gezien. Ja. Dus in die zin is het weer 1951. Maar eigenlijk vind ik dat je zegt. Dat Neuk, Pam. Humor zou zijn. Vind ik eigenlijk al. Vind, vind ik diezelfde bekrompenheid. Ja, ja. Dat je, dat, je, dat je humor of een grap, dat die überhaupt politiek gerelateerd zou zijn. Ja. Dat, dat rechtse mensen grove grappen zouden maken en, en linkse mensen niet? Nee, ja, het gaat meer over bekrompen, denk ik. Bekrompen links of bekrompen rechts, dat maakt natuurlijk niet uit. Het blijft bekrompen. Ja. Ja, ja. ja nee, goed. Het zijn allemaal ingewikkelde categorieën. En uh, je moet oppassen dat je het niet te snel in een bepaalde categorie stopt, ja. Nee, en Theo van Gogh was natuurlijk wel inderdaad een voorbeeld van iemand die je de hele tijd met de ogen deed knipperen van... Ja, wat gebeurt hier? Wat gebeurt hier? Ja. Wat, wat, vind, wat vind ik er eigenlijk van? Vind ik het leuk of vind ik het niet leuk? Dat is al de eerste vraag die je dan kan stellen. Ja. Vind ik het kunnen of vind ik het niet kunnen? Vind ik het gepast of vind ik het ongepast? Hij, hij, hij deed je voortdurend uh, uh, wan, wankelen op je voeten over ja, wa, wa, wat je er toch van moest vinden. Ja. En daar en... En dit alles gedragen door die onweerstaanbare charme die hij natuurlijk had. Die ook uitgebreid in film wordt besproken, waardoor, je, waardoor, je, waardoor het voor mij moeilijk was om een hekel aan hem te hebben, bijvoorbeeld. Ja. Je wilde mij toch eigenlijk altijd het voordeel van de twijfel geven. Ja, hij heeft bijvoorbeeld moeilijk. Sonja Barend heeft hij met de meest verschrikkelijke brieven uh, overstelpt. Mm -hmm. En hij heeft in een uh, column geschreven dat hij keek naar de, de rimpels op haar voorhoofd. die als uh, wegversperringen op haar voorhoofd lagen. En. Dan, vind dat is dus nog een hele milde belediging voor zijn doen. Voor zijn doen is dat mild. Ja. Maar als je dan even later doorleest in zijn oeuvre... dan zie je dat hij uh, kikt op oudere vrouwen uh, in de in de in verval. Ja. Dus dan is dat eigenlijk een erotische opmerking geweest. Ja, ja. ja. Nou ja, dat, dat krijg je bij Theo steeds. Zeker. Nou ja, en wat ook wel interessant is, je hebt het gesprek neemt nu een heel andere mening dan ik van tevoren had, had bedacht. Oh, dat is wel goed, toch? Dat is wel goed. Daar hou jij van, toch? Nou, het is, kijk, in principe heb ik helemaal van tevoren geen idee waar, welke winningen gesprekken Maar ik dacht, laten we niet de hele tijd nu gaan praten over wie Theo van Gogh was, maar laten we praten over hoe jij een film maakt. Want dat vind ik namelijk ja. eigenlijk interessanter dan ja. jou nu als een soort ad hoc Theo van Gogh-kenner op te voeren. Ja, ben ik met je eens. En dan te vragen over, maar was hij dit of was hij dat? Maar goed, ja. omdat hij mateloos interessant is... Kom je toch ook snel uh, in te praten over wat voor iemand hij nou eigenlijk was? Ja, zeker. Dus ja. Laten, we dat, laten we dat dan toch eventjes afmaken. Want wat ik bijvoorbeeld ook fantastisch vond, of gewoon heel verhelderend van jouw film, uh, buitengewoon slim gemonteerde film. <laughs> um, was bijvoorbeeld: hij heeft, hij heeft natuurlijk jarenlang rechtszaken met Leon de Winter gevoerd. omdat hij een absoluut smakeloos stukje over hem had geschreven. na een optreden bij, bij, bij dezelfde Sonja baan. Maar eigenlijk voor het eerst zag ik nu in jouw film dat daadwerkelijke optreden, waar dat stukje over ging, nee, je haalt me de woorden uit. De een, mond. Interv een interview over Joods: hoe is het om Joods te zijn in Nederland met Leon de Winter, met Frits Barend en met uh, Rudolf van den Berg, Juist. filmregisseur? Ja, geen vrouwen. Geen vrouwen. Een, een tenenkrommend, genant interview. Zo Wee en walgelijk, en, en ook daar gaan al je, al, tenminste als je enig, enig gevoel voor ironie hebt, gaan al je, 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 je haren daarvan recht overeind. En die zitten allemaal met baarden en, en haren, en, en Sonja zo helemaal erin kruipend, zo te praten over het Jood zijn en bla bla bla. Dus met terugwerkend kracht denk je: ja, uh, het zou mijn stijl niet zijn om zo'n smakeloos stukje daarna te schrijven, maar. Ik snap, op zich is elk, elk van smakeloos stukje is wel gerechtvaardigd nadat, dat te televisie optreden van deze. Ik ben het roerend met mannen. je eens. Ja, dus dat vond ik wel heel verhelderend. Ik dacht van ja, ik snap het wel dat hij gewoon met zijn nogal grove gevoel voor humor daar zo op aangeslagen is. Ja. Ja, dus dat vond ik, uh, vond ik verhelderend. Ja, en hetzelfde ja. geldt voor die scène met Monique van de Ven als je. Als je die ja, uitzending... daar denk ik wel echt heel anders over. Maar daar zit wel het aspect in. Als je de uitzending ziet van Sonja, dan begrijp je het wel beter... dan wanneer je alleen in de media over zijn uitspraken hebt gelezen. Zeker. Dat, dit, gaat, dit gaat over een interview wat Monique van der Ven en Edwin de Vries... acteurs echtpaar, gaven bij dezelfde Sonja Barend. En dat ging over het overlijden van hun één, bijna twee twintig jaar... 20 ma ja, maanden. Twintig maanden oude zoontje. Uh, en dat was misschien, ik weet niet hoe lang het na zijn dood was, maar dat was re nog redelijk vers. Uh, ja, en de eerste opmerking van Monique van der Ven is, wij vonden eigenlijk het meest logisch en organisch om dat hier te vertellen. Mm -hmm. Nou, daar kan je meteen al ook misschien kippenvel op de verkeerde manier krijgen. Zeker, dat kan. Maar dan vind ik op zich, mensen die hun kind verloren hebben, vind ik eigenlijk elke vorm die zij voor rouwverwerking kiezen, vind ik gerechtvaardigd. Ja, zeker. Ik bedoel, dat is zoiets dat, dat, is, zo is dat als, je, als je denkt dat het je helpt om bij Sonja Barend te gaan zitten en een, en een, en een, en een pathetisch interview te geven. Of als je denkt dat het je helpt om gillen, gillend over de prinsgracht te gaan rennen. Ja. Of als je, ik bedoel, dat, dat is. En dat daarom is, zit deze dat ook Dat is een afwerking die dan maar. Die en, moet... daarom... en hij ging met hetzelfde botten, bottenmes daarna en... te keer tegen, tegen hen. En, en daarom is, zit het ook in de serie gemonteerd. na... Daar zit een opbouw van Leon de Winter. Slim gemonteerd. Na, heel slim ja. naar Monique van der Ven. Ja. En bij Monique van der Ven komt meteen aan, het, aan het bod de vraag, was het nou een psychopathie, Theo? Ja. Dus ik, er zit een, een duidelijke lijn in naar ja. steeds erger. En iedereen, precies, en ook eigenlijk iedereen die vervolgens aan het woord komt in je film over dat interview met Monique van der Ven. En Edwin de Vries zegt dat het totaal ongepast was dat hij dat deed. Uh, dat hij Nee, dat moet je corrigeren. Dus Holman uh, die uh, vindt ja. het volkomen terecht. En Pamela Koevoet zegt, ik weet eigenlijk niet hoe ik, hoe ik daar moet tegenaan moet kijken. Nee, oké. Okay. Maar er zijn ook een paar mensen die zeggen, van, ja dit, dit ging werkelijk alle perken Ja, te buiten. Met name Jeroen Henneman, ja die ja. dan zegt uh, ze kwam bij mij uithuilen. Ja. Terecht. Ja. Uh, en het grappige is, of het ironische is dan van dit verhaal, dat ik eigenlijk Theodor Holmans' zijn schrijfsels na de dood van Theo van Gogh een beetje onder dezelfde categorie, die bleef maar doorgaan met rouwstukjes... over. Ja, die heeft een over, jaar lang heeft over de moord gesteven. op zijn vriend geschreven, ja. en alsmaar radicaliserend en gekker wordend, en, en, en er zoveel over schrijf dat het als lezer bijna niet meer te harde was. Zoveel maar daarvan dacht ik dus hetzelfde van ja, die man is, is iets verschrikkelijks aan het verwerken. Ja laat hem doen wat nodig is om, ja. dat, te, om dat te verwerken ja. eigenlijk hetzelfde als wat ik dan denk bij Monique van der Ven en Edwin de Vries ja, ja. ja nee, dat, dat, daar maak ik dan de onderscheid tussen ik vind dat echt heel vreemd dat je dat zo in bij Sonja maar goed, dat is mijn ja. mening ik, en, ja. ik, als je en kind verlies mag je vreemde dingen doen ja, en Holman is een schrijver een goede schrijver ook, dus als je dat boek ook terugleest met al die columns erin dat is, uh, het is prachtig gedaan ja, hij is, een beter, hij is een fantastische schrijver, maar hij is een betere schrijver dan Denker. Uh, ja, in veel gevallen wel, ja. Um, David, je hebt die film gemaakt, heel slim gemonteerd, heb je ontzettend leuk gedaan. Wat, wat, is, wat, wat was eigenlijk, was die radiodocumentaire over Ischa, was dat eigenlijk jouw eerste grote biografische portret dat je maakte? Nee. Ik ben eigenlijk in eind 90 begonnen met radioportretten van bekende Nederlanders. Uh, in die tijd waren dat bijvoorbeeld Mimi Kok of Neus Heerma. Eigenlijk allemaal mensen. <laughs> maar ik heb toen ook Peter van Straten, Remco Kamper, die heb ik allemaal gewoon opgezocht, interview gemaakt op de lokale radio gemonteerd uh, ingekort. Welke uh, zin was dat? Dat, dat heette Salto, dat bestaat nog steeds. Dat was gewoon een lokale. Waar Theo ook zijn prettige gesprekken uit ja, 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 daar heb ik het eigenlijk een beetje geleerd om zo'n biografisch gesprek te houden. en daar dan een verhaallijn in te maken in de montage. Waarom uh, wilde je dat? Hoe kwam je op het idee om dat te gaan doen? Ik vanzelf, uh, ja, ik heb zelf in mijn jeugd ontzettend veel gehad aan. waarschijnlijk dezelfde helden als jij. Mensen zoals Israël. Meijer, uh, Theo, uh, Theo van Gogh. Uh, ja, bij mij was ook Carmichot uh, heel belangrijk. En, uh, en tv kijken. Ik keek ontzettend veel tv en maakte daar dan uh, uh, recensies of uh, plakte dat in een, in een plakboek wat ik gekeken had en zo. Dat was gewoon mijn grote troost in, ja. in mijn puberteit. Was, Waarom had je die troost nodig? Ja, de scheidingen en uh, uh, ...stiefouders en allerlei drama's en uh, middelbare school waar ik me niet goed voelde en zo. Ja, ja, je voelde je nog thuis, nog op school geborgen en prettig. En die, ja, nogal simpel geredeneerd, je, 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 je vlucht was om de wereld van de tv... ...en al die mensen gewoon uh, als, als je, je veilige omgeving te, te ja. zoeken. Ja, dan en, ging en dan ik... waren mensen als Ischa en Theo van Gogh die ik... natuurlijk een snijdend psychologisch gevoel hadden... Dat vond je super interessant. Ja, en uh, niet vergeten uh, Wim T. Schippers. Dus als ik uh, Ron Vlof van met zijn Blank. absurdisme en zijn humor. Ja, maar ook onze interviews, gek genoeg. Want oh, ja? het, het leukste van Ron Flaffon met Jacques Baffon zijn de telefoongesprekken. Dan heeft hij bijvoorbeeld een heel lang uh, telefoongesprek met de woordvoerder van de vegetariërsvereniging. En dan belt hij Mieke Bos van het liedje Twee reebruine ogen keken de jager aan. En dan gaat hij die twee met elkaar in gesprek laten. Nou ja, dat is hilarisch. En uh, ja, dat, 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 daar hield ik me aan vast. Dan dat, dat waren de hoogtepunten van mijn week. Ja. Dus dat, ja, stiekem wilde ik dat zelf ook doen, dat soort dingen maken. Ja. Dus toen dat in... Uh, nou ja, goed, ik ben communicatiewetenschap gaan studeren. Eerst politicologie een jaar. Toen ook nog twee maanden rechten. Uh, Waar ben je opgegroeid eigenlijk? Uh, in uh, de Beemster. Eerst in Amsterdam, toen de Beemster. En Tot in... wanneer in Amsterdam? Tot 19... 71, dus vier, je jaar. vier jaar. Vier jaar, oké. Okay. Ja, je naar de Beemster verhuis? Ja, van 71 tot 78 en 78 Utrecht tot, uh, tot ik ging studeren in 86. Oké. Okay. Even kijken waar wilde ik naartoe of waar wilde jij naartoe? Nou, je was communicatiewetenschap. Oh ja, communicatie. Ja, ja, daarna communic uh, politicologie, communicatiewetenschap. En ja, eigenlijk meteen al bij politicologie wilde ik. Dingen maken. En, en bij Politicologie heb je nog... Nou nee, nu niet meer. Had je toen het Videojournaal, heette dat. Dat was een soort wekelijks, uh, wekelijks journaal van de faculteit Sociale Wetenschappen. Mm -hmm. En daar wilde ik bij. Maar uh, die had een enorme lange wachtlijst. En uh, uh, dus uh, kwam ik later achter dat de, de voorzitter, die had mij ontmoet. En die had mij op de wachtlijst onderaan gezet... Met, de, met het woordje lul erachter. Dus ik heb jarenlang moeten wachten om daar aan de gang te, te gaan. Dus eigenlijk Waarom ben ik... had hij dat gedaan? Ja, ik weet niet. Ik kwam waarschijnlijk arrogant over op, uh, op haar. En uh, ik, ik heb denk ik nog alles mijn onzekerheid uh, uh, verbloemd. Door, door juist heel erg zeker proberen over te komen. Is dat wat je toen bij Klaas Drupsen ook deed? Nee, dat was meer is gaan spelen. Ja, ja. Maar, maar dat had ook iets. Iets van ongepaste bravoure had dat. Ja, en dat heb ik ook wel eens in kunststof gedaan met Jelly Brouwer. Ook gedronken en zo. En dan uh, Jelly Brouwer pesten en zo. En ik heb het onlangs ook weer met, uh, met, met Mieke van der Wij gedaan... door haar stopwoordje nou ja uh, in de uitzending uh, 17 keer te zeggen. Maar dat heeft niemand gemerkt, dus okay. dat is allemaal niet erg. Ja, ja. Maar Dat pesterige van Theo, dat, dat heb ik ook wel een klein beetje. Ja, dit is ook wel een beetje Ja, ook, ja. ja. Maar is, het, is het, het, uh, het, um, het valt dit ook onder het maskeren van onzekerheid? Nee, het is ook de lol van uh, iets maken of iets anders doen dan anders. Ja. Dus dat ik jou. ongepast zijn. Ja. Dus dat ik jou uh, jij net een iets te lange uh, inleiding tot je vraag, en dat ik dan uh, bijna wanhopig probeerde tussen te komen. Nou, ja, dan ontstaat er iets op de radio. De, ja, radio is toch, leeft toch bij conflict en, ja. uh, en dus, ongemak ook ja, soms. Dus eigenlijk is. Ja, ja, dus een van jouw beste interviews vind ik. Die met mijn collega Uke Hogendijk. Ja, dus ik kan, kreeg een soort ruzie. Ik, weet, ik begon niet. wel... Nou, om... Het was fantastisch. Maar ik moet er meteen achterna aan zeggen. dat ik gisteren nog eens Daan Herma van Vos heb geluisterd. En dat is een absoluut juweel. Echt waar? Jij luistert nooit je uitzendingen terug, maar ik zou die. Uh, toch absoluut een keer luisteren, want dat is... Uh... En heb je mijn interview met de zoon van Theo ook gehoord? Met Lieve? Wanneer was dat? Ja, ook in Kunststof een keer, toen hij die tentoonstelling had. Ik denk het wel, ja, maar daar kan ik me niet zo heel veel okay, van herinneren. Het was ook overlevingskunst, dat was echt overlevingskunst. Maar goed, dit geheel... Het interview zeggen... zelf, bedoel je? Ja, het interview oh, zelf. ja. Ja, ja, ja. ja. Want ja, hij, misschien... is, hij is kunstenaar ook, dus vandaar... Ja. Ik even... ja. Maar je houdt dus van dat ongemak en van dat... Ja, ja. en van mensen met een randje en uh, ja... En uh, dat, dat levert de verhalen op, de conflicten. En, uh, maar ook iets maken, iets moois maken. Dus ik, ik vind het zelf ook altijd leuk om in mijn films... een soort kanon te maken van de kunstenaar in kwestie. Ja. Dus de hoogtepunten van die prettige maar gesprekken. Maar iemand had dus lul achter jouw naam geschreven? Oh ja, daar waren we. En daardoor kwam je alsmaar niet. Nee, hey, dus pijt... toen heb ik vier <coughs> jaar moeten wachten. Welk journaal was dat ook alweer? Het videojournaal. Het videojournaal van de faculteit. Ter sociale wetenschappen. De sociale wetenschappen. Ja, ja. Dus kwam ik vier jaar later kon ik pas aan de gang. En toen heb ik ook echt als een hond gewerkt. En ik zat de hele tijd in dat videohok te monteren en zo. Ik heb duizenden uren daar dat journaal in elkaar gezet. Ik heb alle aspecten van het vak daar uh, geleerd. Ja, want ook als je jouw werk een beetje kent. Jij moet een fanaat zijn. Ja, ik vind het echt heel erg leuk om... Uh, te... Ja. ja. En, en ik wil ja, dat het zo mooi mogelijk, dat ook de details allemaal kloppen. En dat als iemand uh, zegt, uh, zoals Theo, dat hij het rigide vindt, dat Femke Halsema op de vraag... Uh, zou je ook uh, op een VVD'er verliefd kunnen worden als ze dan antwoordt? Nee, en hij vindt dat rigide. Dan vind ik het leuk om twintig jaar later even Femke Halsema te laten reageren met... Ik zou dat nu niet meer zeggen. Ja, en dat is haar enige citaat volgens mij in die film. Nee, ik... ze zegt oh, hele belangrijke zo... dingen over oh. submission. Oh, daar ben ik nog niet. <laughs> ik ben naar aflevering, al... aflevering drie blijven steken. Oh mijn god, Gijs. Ja, als we dit interview niet nu hadden gehad, had ik hem had, met plezier uitgekeken. Want het is een verslavende serie <laughs> om naar te kijken. Ja, je wil hem meteen helemaal afkijken. Maar goed, de tijd noopte mij gewoon om hier nu naartoe te gaan. Je bent ook totaal overladen met werken. Ja, maar ook al was ik niet totaal overladen met werk. had ik dit ook zo. Ik, lo ik loop namelijk altijd de kantjes ervan af. Hè? Oh ja, ja. Dat is mijn. Uh... Ja, dat is een tegenstelling tussen ons. Ja, ja. dat is echt het tegenovergestelde. Maar ja, in, je, uh, in de manier waarop je geïnterviewde benadert, ben je toch ook heel precies en luister je heel precies. Ja, maar dat is als we hier eenmaal gewoon zitten. Ja. Dat is, dat is wat anders dan de voorbereiding. Die, ja. uh, ja, maar goed, die daar zie ik dan, dan wel weer onhandig. overeenkomsten in dat je niet genoegen neemt met bepaalde antwoorden en zo. Nee. Um, maar David, je zat dus als een gek te monteren voor, dat, voor het, het vierde journaal van de faculteit der sociale wetenschappen. Ja. Um, en toen kwam je bij Salto terecht en daar begon je die, die portretten te maken. Kreeg je betaald bij Salto of was dat een onbezoldigd uh, klusje? Uh, dat was onbezoldigd. Ja. Ik had een uitkering op een moment. Uh, en uh, daarna ben ik datzelfde gaan doen uh, op Salto TV. Dus heb ik tien portretten gemaakt van Amsterdammers. Nou ja, dat was weer de volgende stap met beeld erbij. En uh, toen kreeg ik een, een, een baan bij de ICON. Dan ben ik gaan solliciteren als radiomaker. En dat heb ik twee jaar gedaan uh, tot ik daar uh, werd ontslagen. En uh, nou, daarna ben ik gewoon gaan freelancen en ben ik steeds dichter naar film en tv gegaan in plaats van radio. Is er een heb je een methode ontwikkeld? Is er, is er een methode, David de Jong? Nou, ik had gisteren met, ik weet niet meer over, dat de manier van het verweven van archief en interviews en je eigen beelden en zo... Dat dat niet zo heel veel uh, wordt toegepast in Nederland. En ik vind dat heel erg jammer, want voor, ja, voor mij is het gewoon zo'n logische manier van werken: dat je gewoon bij elk verhaal zoekt naar uh, de, de, de beelden en de geluiden die daar het beste bij passen. En dat zo, zo afwisselend mogelijk monteert, zodat je eigenlijk in het verhaal gezogen wordt, ja. in, in het hoofd van Theo. En dat wordt, wordt wel gedaan in Nederland. Maar in Nederland is eigenlijk meer populair de fly on the wall documentaire. Dus je gaat een ja, tijd lang David, met iemand meelopen. Ja. En dat, dat leg je dan vast. En dan uit een enorme hoeveelheid materiaal. En zonder dat je zelf je stem erin brengt. Uh, vat je dat samen. En ja, daar, daar win je de prijzen mee. En daar uh, scoor je mee in ja. Nederland. Ja, en bij biografische portretten. Uh, zal maar zeggen, in, in het genre van, nou, laten we zeggen, in het genre de talking heads die gewoon een verhaal vertellen. Ja. He, en dan is het toch vaak ja, een soort bezadig tempo, één voor één, vertelt ja. de mensen een verhaal. En af en toe krijg je een, een beeldfragment van een half minuut of een minuut te zien dat dat illustreert. Of, ja. Een archieffragment. Ja, dat, dat gaat in een, ja, soms prettig, maar sukkelig tempo. Zeker als ja. je jouw films helemaal hebt gezien. Wordt zo'n verhaal dan verteld, terwijl bij jou is er dus een cacophonie aan stemmen en beelden, uh, archiefbeelden en, en, en door jou zelf opgenomen audiofragmenten of, of omgevingsbeelden, door elkaar, waar je, waar je eigenlijk al ras helemaal niet meer zelf de, de, de logica in voelt, terwijl de logica van het verhaal volstrekt duidelijk is. Ja. Want je wordt meege, meegezogen in dat verhaal, maar... Door een wervelstorm. Eigenlijk. Ja, en wat dat betreft zijn er hele rare dingen gebeurd rond deze serie. Want ik heb besloten om uh, te doen alsof, uh, alsof Theo eigenlijk van jong aan een Super 8-camera bij zich had. En uh, vastlegde uh, zijn avonturen in Wassenaar. Uh, en dat heb ik dus zo gefilmd. Dat heb ik dus zelf gefilmd ja. met een Super 8-camera. En ik ben zelf uh, Theo gaan spelen met een pruik op. En. En na afloop van de première kwamen mensen naar me toe en die vroeg ik dan van ja, hoe heb je dan dat, dat beeld geïnterpreteerd van, uh, van die Theo in die roei in die kano, in dat kroos, ja. in Wassenaar uh, in Super 8. Ja, ik dacht, dat, dat heeft Theo zelf gefilmd. Waarschijnlijk. En, en want dat doe ik de hele tijd. Ik ga dan vervolgens weer naar de 4K moderne versie van datzelfde shot. Zodat ja. je heen en weer gaat naar misschien naar zijn hoofd. Ik weet, ik heb daarmee geëxperimenteerd. En ze zei, ik, maar datzelfde shot in 4K, dat is toch overduidelijk nu gedraaid. Hoe heb je dat dan geïnterpreteerd? Ja, ja misschien van een latere film van hem of zo. Dus mensen pikken dat allemaal. Dat is he heel grappig. Ja. Maar dat soort dingen, dat dat wordt heel weinig gedaan. Ook het gebruik van foto's bijvoorbeeld in eh, documentaires. Ja, dat dat wordt dan, dat, mensen worden geïnterviewd, dan zie je een foto geplakt. En, maar je kan uit zo'n foto zoveel halen. En Langzaam op een foto inbewegen. en een detail eruit halen. dat gebeurt nog veel te weinig in Nederland. Ik heb dat eigenlijk. maar in Nederland? geleerd uit de Amerikaanse documentaire. Maar welk, welke Amerikaanse documentaire werkt zoals jij werkt? Maar... Nou, ja. Uh, ik ben heel slecht in namen. Maar de, de. Geef eens een voorbeeld van een film. Die je, die, waar jij jezelf scha, schatplichtig aan voelt. Ja, de TV-serie Jazz. van. Jij kan knippen, hè? Ja, kan, maar dat hoeft niet. Het Ken Burns-effect. Het Ken Burns-effect uh, in, in de serie Jazz. Maar Ken Burns die opent geloof ik zelfs de hele serie met een waanzinnige foto van New York in 1931. Waar al die jazzmuzikanten op staan. Nee, okay. gewoon de stad. Oh, oh de stad. Oké. Okay. Je, je vliegt heel langzaam die stad binnen en de, die manier van die, die foto gebruiken heeft ook een naam gekregen, het Ken Burns-effect, okay, dus ja. dat je heel langzaam inzoomt. Dus hij is een voorbeeld in, bijvoorbeeld het gebruik van foto's. Ja. En uh, ja, de andere moet ik even nadenken. Is uh, uh, die heeft op een gegeven moment was die. Wacht, leg even mijn kanon. Tuurlijk. De kanon van de documentaires. En dan moet ik even naar 1996. Ellen Berliner. Nobody's Business. Fantastisch hoe hij. Ken je die? Nou ja, dat is een film die hij ook over zijn vader maakt. Waarin hij heel associatief, met heel veel archief, met de interactie met zijn vader. Uh, te werk gaat en uh, inderdaad ook die cacophonie creëert. Maar heel duidelijk op zijn doel afgaat en uh, je meesleept in de vertelling. Maar die radiodocumentaire die jij over Israël Meijer maakte. die dus nog voor deze film is. dat was ook al zo'n kakafonie. Nee, dat was in 2005. Oh, dat dat 2005. 2005. Ja, je hebt gelijk. Maar ik, ik weet niet wanneer, wanneer ik Nobody's Business zag. maar ik dacht wel bij Ellen Berliner. hé, hey, daar is ook dat iemand ik. waarbij ik me thuis voel. en kennelijk kan je dat zo doen. en daar ben ik gewoon verder op gaan borduren. Ja. En, en bij Ellen Berliner is het zo dat het ook op een gegeven moment een, een trucje werd. Dus hij, hij heeft zo'n gigantisch archief. Dus als iemand het dan over een bokser had, dan had hij een, een fantastisch shot van een, een bokser in beeld. Ja. En dan, dan wordt het een soort uh, trucje. Dus ik vind zijn later films minder interessant, maar misschien zie je inmiddels ook alweer verder. Maar het is heel erg afwisselend. Ja, maar toch denk ik dat die cacophonie, uh, die je dus in die radiodocumentaire over Israël ook al had, ik heb toch het gevoel dat die ook gewoon aan jouw eigen brein ontsproten is. Tot er zullen heus collega-makers zijn die een beetje waarmee je, je verwant voelt. Ik kan me niet voorstellen dat je bij die radiodocumentaire over Israël een voorbeeld had van een andere documentaire die ook zo gemaakt was. En waarvan je dacht, ik ga ook zoiets maken. Nee, nou ik luister naar VPRO, OVT. Daar zijn heel veel historische documentaires mm -hmm. gemaakt. Het spoort terug. Daar hoor je soms aanzetten daartoe. Ik heb het gewoon uh, wat extremer gemaakt. Ja omdat in... jij dus ook een, een, een maximalist bent in monteren. Zoals je ook al duizenden uren doorbracht om het videojournaal van de faculteit der sociale wetenschappen te maken. Ja, ja. en ik ben natuurlijk, en dat is dan misschien mijn autistische kant, uh, snel verveeld. Dus ik als je, je iets kijkt. Ja. ja, en ook als ik iets maak. Dus het moet, uh, ja, het moet een soort dichtheid hebben in interessantheid voor mij. En, en dus ik moet er voortdurend op gewezen worden door mijn producent en door de co-editor van laat hier nou eventjes een rustmoment vallen. Maar nu je het zegt, ik heb in 1996 een film gemaakt over mijn leermeester op de drums, John Engels. Uh, die heb ik met mijn broer gemonteerd. Dat is ook niet helemaal uh, niks verlopen. Dat was echt een broedertwist op een gegeven moment. Vooral ook omdat ik de hele tijd weer een shotwissel uh, wilde. Ja. Uh, dat is dan radio, maar uh, ja, ik was daar eigenlijk al begin jaren negentig, midden jaren negentig mee bezig. Ja. Ja. En ik heb ook over Gustav Mahler zoiets gemaakt, ook met uh, Donat de Marcas uh, met de stem van uh, Mahler. En daarin, daarin wisselde ik ook dagboekfragmenten en quotes van mensen en de muziek. Dat begon steeds sneller te worden. Ja. Ja. ja jij wil, jij wil gewoon een, st een stortvloed van dingen over je heen die. die Gezamenlijk eigenlijk één helder verhaal vertellen. Maar dat zit dus ook in, jouw, in jouw, jouw hele lage vervelingsdrempel. Je bent heel snel verveeld. Ja, ik heb ja. een hele lage vervelingsdrempel. Ja. Ja. God, dat saai. Uh... Waarom, waarom huiver je daar zo soort bij zelf nu? Nee, dat is meer een grapje. Oh. Dat het nu ook alweer saai wordt. Ja. Ja, maar je zit toch al mijn oude interviews met Daan Herman van Vos. Dat is geluid, dan het gekke, ja. Uh, dus ja, dat, dat, dat is, daar is helemaal niks gemonteerd of. Ge... Ik maak echt slow, slow radio. Dat is het gekke dat ik dan dat ik dat dan soms kan pruimen, ja. ja. Soms kan je dat hebben. Maar goed, kijk, als ik Daan Herma van Vos zou portretteren, dan zou ik jouw interview gebruiken. Met nog een paar honderd anderen. En, ja. uh, en weet nou, ik sterker toch... nog, je wilde ooit mijn podcast over Harry Banning, herinner ik me nu gebruiken, om die ook op te knippen en daar iets, en daar iets van te maken. Ja. Al weer ja, dat heb ik alweer vergeten. Dat herinner ik me nu. En dat heb je toen volgens mij aan Anton de Goede voorgesteld, die toen chef iets bij de VPRO was. Oh, ja. Die heeft dat niet goed, Maar dat vond ik heel jammer. Want dat had me fantastisch geleken. Als, ja. je, als jij jouw jou skills over eigenlijk al dat ruwe materiaal wat die podcast was... want er was amper iets in gemonteerd. Ja. Als je daarmee daar aan de gang was gegaan... en er ja. weer iets heel anders van had gemaakt. Ja. Ja, ja Leo de Boer die heeft een keer over Bart de Graaf... een documentaire gemaakt van BNN. En uh, toen heeft Pieter van Huijzen, de producent, mij gevraagd... om een, een collage te maken van Bart in de media. En dat is, is voor Leo de Boer... Uh, zeg maar het vertrekpunt geworden van zijn montage. ja. ja ja Dat is natuurlijk heel leuk als je mensen drie keer hetzelfde woord zeggen of juist, juist ook zichzelf tegenspreken. En, uh, ja. Ja, ja, want zo gebruik je dus ook al dat archiefmateriaal van Theo van Gogh. Die duizenden en duizenden uren onzin tv heeft gemaakt. Maar dan af en toe gaat het even over, over hoe die weet ik, veel charmant kon zijn of sardonisch. En dan, ja, dan, dan ben je in staat om, om vijf blikken van Theo, van Theo in de camera achter elkaar te monteren. Waarin die specifieke karaktertrek van hem zo om te zeggen uitgebeeld wordt. Niet dus ja. op zo'n manier. Dus dan heb je uit al die duizenden uren materiaal heb je die blikken erg van hem, dus die, die blik de camera in gecatalogiseerd, ja. ge 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 waardoor je die kan vinden, waardoor je weet dat ze er zijn überhaupt. Ik had in in deze serie had ik de mapjes Theo pratend, Theo lachend, Theo rokend, en Theo zwijgend en die laatste kijk die zwijgshots, die zijn vaak heel erg bruikbaar. Uh, dus die was ook het, het meest gevuld. Het was echt uren zwijgende Theo. Ja. Ondanks dat hij altijd praat. En heb je dan submapjes ook? Nee, de submapjes van de, uh, Pratend was er niet, nee. nee. Maar ik had wel de submapjes uh, van uh, Theo en de liefde. Dus uh, versie, het versieren, uh, de verliefdheid, uh, de seriële monogamie. Uh, nee, het was eigenlijk meer affaires, heette die. Nou ja, zo. Dat soort indelingen. Ja, ja. Maar, maar Theo Zwijgend had je dan niet submapjes boos, vertederd, grappig, weet ik veel wat ze dan zeggen... hoe zijn uitdrukking was, als hij dan ja, ja, nee. De, de, de blik van Theo Boos zat niet bij Theo Boos... maar die zat in, uh, in de sequentie boos. En daar zat nog veel meer in dan ja, ja. alleen shots van hem. Daar, daar zaten ook quotes in van mensen die het over zijn boosheid hadden... Dus dat, dat is soms niet helemaal consequent. Hey, en hoe begin je met zo'n film? Hoe weet je bijvoorbeeld wie je wil gaan interviewen? Nou, ja, kijk, in dit geval had ik de, het geluk dat uh, Jaap hen die biografie had geschreven. Ja. Dat was en eigenlijk... met hem heb je nauw samengewerkt hè, voor deze film? Ja. ja. Dus uh, ja, ik heb dat boek uh, gelezen, tenminste, hij was toen halverwege of op drie kwart of zo. En uh, toen begreep ik al snel, hier ja, die, die zitten zoveel als Want oorspronkelijk zou het een. een ...een one-off, zoals dat heet, uh, gaan worden. En ik dacht toen, ik wil een serie maken. Ik was inmiddels ook door alle streamingdiensten... ...enthousiaster over dat medium geworden. En ik dacht, ja, dit Welk is... medium? Het medium serie, tv-serie. Okay, ja, ja, ja. En ik dacht, ja, dit is... ...als je nou een biografisch portret wil maken in serievorm... ...dan moet je het van Theo doen. Omdat ja. daar, daar zitten maatschappelijke kanten... Uh, ...sociologische, psychologische, creatieve... Zoveel aan vast, dus uh, ik en heb gewoon dat... een fantastisch levensverhaal en een heel ja. interessant levensverhaal met die uh, overoud oom Vincent en uh, de oorlog ja. en alles erbij. Dus ja, dat, dat dacht ik meteen al. En vervolgens ben ik gewoon zijn oeuvre gaan beluisteren, en bekijken en lezen, en dat in stukjes hak. Ja, zoals ik altijd doe, uh, al die mapjes aanmaken met al die uitingen. En vervolgens wist ik door de biografie van Jaap, wist ik wat goede sprekers waren, ook uit zijn jeugd en zo. Ja. En die ben ik allemaal met mijn camera gaan opzoeken. En, en er ontstond een, een lijn ja, waar ik het net over had. Dus de verbeeldingen, de, de drone-opname die ik heb gemaakt van de plek van de moord en zo. Uh, nou ja, dat mengt allemaal samen op een gegeven moment. Ja, en dan ga je dus heel minutieus al dat archiefmateriaal wat er is terugkijken. Voor ja. iemand met een lage, uh, uh, lage vervelingsdrempel, is dat geen horrorkarwei? Nee, nou, bijvoorbeeld zijn lange interviews, dan, uh, ja, er gebeurt toch altijd iets, er kan altijd iets gebeuren. Dus je bent eigenlijk aan het vissen. Ja, ik hou niet van vissen, maar het echte vissen. Maar je ja, bent... precies, je zit de hele tijd naar iets te kijken wat niet per se interessant is. Stilstaand water. Voor of... een groot deel, ja. Ja. Tot, 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 tot het ene moment dat de dobber gaat bewegen en er wel iets gebeurt, je ja. Wat dan zie je hem ineens een copulatiebeweging maken tijdens het interview met Herman Koch, me, Herman Koch, <laughs> Herman Brood. Ja, ja. Dus die neemt hij van achteren en ja. dan denk ik ja, dat is dan gebruikt in een quote die iemand zegt van niemand interviewde zoals hij. Ja. Dus dat, dat ja dat soort juweeltjes ben je op zoek en daardoor maak ja, daar heel... je er heel heel veel uren voor maken voor die paar juweeltjes. Ja. Maar goed, ik had het geluk dat, dat het onbetaalbaar was om alle prettige gesprekken te kopen. Dat zijn er 330. Dus ik heb er maar, daar maar tien of zo van gezien. En ik heb wel de zestig van uh, Gijs van der Westerlaak, uh, die daar de auteursrechten Dus ik heb die 60 heb ik gezien. En die 10 van prettig gesprek. Ja dat, is, uh, <coughs> ja, dat vind ik leuk. Dat, is, uh, dat, dat vind ik de aantrekkelijkheid om... van dit hele vak, om, ja? ja, om, om zo'n oeuvre door te nemen. Ja. Ja, een övre doornemen, dat klinkt alsof het heel inhoudelijk is, maar om juist ook op, op zoek te gaan naar die momenten die je kan gebruiken. Ja. Naar nou, steeds die drie, drie seconden in een uur tv, waarvan je voelt van, oh, dit kan ik ergens in die montage kwijt. Ja. Ja, en bijvoorbeeld die Hunkring, wat ik een verschrikkelijk programma vond, dat moet je dan ook allemaal, al die afleveringen doorkijken. Ja, Zoals ik zat een in een 19... absurdistische datingshow, die die voor Veronica ja. maakte. Ik vond het in 1997. Weet ik nog dat ik, uh, geloof ik, net als Alfred Nitzer het na tien minuten heb uitgezet. Ja. En ik vind het nu een van zijn beste uh, creaties. Het is... En daar zie je ook zijn spreekvaardigheid. Uh, dat hij improviserend kan spreken, eigenlijk als de beste van Nederland, zo'n beetje. Uh, dus nee, ik vond dat ontzettend leuk om die, die, die hunkeringen door te kijken. Oké. Okay. Ja. ja, maar dan zit je dus. Ik heb iets in mijn achterhoofd. Dus ik heb in mijn achterhoofd. Nou, dit is een man uh, die een probleem heeft met woede. Dus als je dan een, 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 een boze blik ziet in een prettig gesprek, dan, ja, dan komt hij in de map boos. Want dat was jouw, jouw tag geworden voor, voor zijn biografie, zou ik maar zeggen. Deze man heeft een probleem met woede. Nou uh, ja, een van de taglines, ja. Wat, noem er nog eens een paar. Nou ja, als hij ineens in een verdwaald moment met iemand bij wie het niet verwacht iets over de islam zegt. Uh, of in de making of... Baby Blue, dat hij de figuranten aanspreekt. Zo'n figurant die moet je dan altijd als regisseur even aansturen. En ja. dat ze gewoon niet naar de camera kijken en iets doen. En dan zegt hij. Uh, doet u maar alsof, uh, alsof u met u, uh, alsof u uw dochter probeert te behoeren, een huwelijk met een Marokkaan. Dan zitten dan man en een vrouw en dochter zitten aan dat tafeltje. Ja. En daar zegt hij dat dan tegen. Nou, dat, is, ja, dat, dat komt dan in de map islamkritiek. Ja, maar ik vroeg naar taglines voor zijn biografie. Deze man heeft een probleem met woede. Was en met een. de islam? En met de islam. <laughs> dat zijn de twee dingen waar hij. Die... Nou ja, en met alle autoriteit. En zijn en, probleem uh, met woede was dat hij, dat, dat hij zijn woede niet kon controleren. Of dat hij onbeheersbaar was. Ja, dat, de, en dat beschrijft hij zelf ook. Dat de, de, en daarom heet het ook de hunkering. Hij, uh, het is een soort diepe emotie die uh, de hunkering naar. Ja, in het geval van uh, het opnemen tegen de islam, uh, hunkering om onrecht te bestrijden, om, om de, de, het autoritaire van zo'n godsdienst aan ja. te pakken. Dus uh, ja, dat, dat, die woede dat, uh, dat zit. Dat en het, komt... het hypocrieten van mensen die mild zijn voor die godsdienst. Ja, bijvoorbeeld. Ja. 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 En dat, daar, daar zit een hunkering in. En een hunkering naar de echte liefde altijd, toch ook? Ja. Ja. Ja, daarom dekt die, die titel die ik niet ideaal vind, wel, uh, wel de hele serie. Vond je het moeilijk om hem die titel te geven? Ja, nou ik, uh, ja, dat gaat ook een beetje strategisch. Je wilt toch de naam Theo van Goog erin. Dus dan moet, het, dan moet er iets, iets bij. Theo Theocht alleen kan niet de titel van een serie nee. zijn. Wat zou jij doen? Weet ik niet, maar omdat je zelf eigenlijk ontevreden bent over de Hunkering. Ja, ik ben eigenlijk over alle titels van mijn uh, films. Uh, niet omdat, het, omdat het altijd een soort. Ja. nooit helemaal recht doet aan wat het is. Het is altijd een soort keuze van een aspect. Wat je dan, wat je, wat je dan heel extra belicht met zo'n titel. Ja. ja, ja. ja het, het klinkt ook gewoon niet, niet mooi, Theo van Gogh, De Hunkering. Je, je wil, ik wil het liefst altijd een zelfstandig naamwoord. Uh, wat dat is, is Vogelparadijs over Peter Vos dan misschien de beste. En Hans Aarsman die zegt juist: Ik wil een zinnetje. Uh, Theo is lief, had hij voorgesteld. Uh, maar dat vond ik ook niks. Hans Aarsman is een steun en toeverlaat voor jou, hè? Ja, die, uh, daar zit ik dan weken mee. al die mapjes tot, tot één uh, serie mee te monteren. En dat is ook een hele onafhankelijke geest. En iemand die, die, die het anders. Aars betekent ook anders in het Westen. Die het anders wil dan, dan de, de afgezaagde documentaires. Maar jullie zitten met z'n tweeën dan te monteren? Ja. Hoe, ga, hoe, 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 hoe moet ik dat voor me zien? Nou, hij heeft een, een boekje en daar zit hij de hele tijd in te schrijven. Ik heb geen idee wat hij daar allemaal in opschrijft. Maar, uh, en, en ik uh, erger me daar ook aan, want dan, dan komen er dus allemaal beelden die hij niet ziet. Dus ik heb op een gegeven moment besloten om dan, op het moment dat hij schrijft, dan ga ik naar de pauze-button. ja. En dan, want hij moet ieder frame. Het oh, is een soort oud- echtpaar met allemaal irritaties. Juist. juist. Ja. Dus ik wil dat hij iedere frame. Want in het beeld kan net tijdens het schrijven gebeurt dan net want die boze hebt, blik. Bijvoorbeeld. Jij hebt dan al die dingen verzameld en die ga je aan hem voorleggen. Ja. ja. Maar die heb ik dan inmiddels in voormontages al, uh, lever ik die aan. Ja. Dus de voormontage van Liefde Affaires, die gaat hij dan kijken. En, die, en dat zijn dus tientallen quotes van Theo of misschien wel honderden en andere en andere over over liefde ja. oké okay, dus daar zitten ook je eigen interview uh, van, van zit zitten daar dan van je bij eigen interviews zitten daar ja bij. ik kom bij bij Hans kom ik al echt wel met iets aanzetten ik kan hem ook niet lastigvallen met al die troep dus daar komt al een, een redelijk gedegen verhaaltje over uh, de affaires ja. die ja die, nou, die, die 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 vele affaires die die heeft gehad met vrouwen en dan Gaan we al die, die verhaaltjes gaan we op magneetjes schrijven? En die magneetjes die komen dan op mijn ijzeren dossierkast. Nou, dat zijn er, geloof ik, bij deze serie, zijn dat er gewoon iets van 100, denk ik. En daar gaan we dan mee schuiven en gaan we kijken van, ja, wanneer moet, moet Theo naar het graf van zijn oom gaan? Of wanneer gaan we de hunkering erin doen, de serie? Ja, ja. De, de, de serie van Theo dan? Ja. Dus de film bestaat eigenlijk uit, nou honderd deeltjes zou je kunnen zeggen. Ja. Die, die allemaal een soort mini-themaatje mini mini -themaatje zijn. Dus bezoek, graf van zijn oom. Zijn oom was gefuseerd in de, in de Tweede Wereldoorlog. Ja. Uh, zijn liefde voor die ene vrouw in die rolstoel. Uh, uh, nou, noem maar op. Al die dingen. Dagje naar het strand. Ja, een van zijn uh, succesvollere films. En dan, ga je, dan, dan gaan jullie het uh, schikken. Ja. En als je dus uh, je soort ruwachtige materiaal aan Hans laat zien, dan wil je niet dat hij in zijn boekje kijkt. Want hij moet, hij moet elke hele scène. Ja. is relevant. Ja. Dus nou ja, goed. Dan zit ik heel, heel veel op die pauze-toets. Ja. En zeg je dan ook tegen hem: Hans, kijk nou. Dat hoeft nu niet meer, want ik heb nu die pauze toegestaan. Dus in het begin zat ik me te ergeren. Ja. En dacht ik, nou, dan mist hij dit cruciale shot. Dat is ook echt gebeurd, uh, Hans. En uh, nou, nu hoeft dat niet meer. Maar goed, en dan, vervolgens gaan we dan praten. En, uh, en de puzzel leggen met die magneetjes. En dat is bij deze serie, is dat verreweg het ingewikkeldste traject ooit geweest. Van al je films. Ja. En ook natuurlijk omdat het een. Uh, een serie is in de eerdere waren uh, one-offs. Uh, en Dus je moet vier keer een spanningsboog maken. Ja. Je moet vier keer een cliffhanger, uh, drie keer een cliffhanger hebben. En hoe heb je Hans ontdekt, eigenlijk voor dit klusje? Uh, Hans die was door het uh, mediafonds gevraagd om een evaluatie van mijn film over Otto Frank bij te wonen. En daar wat steekhoudends over te zeggen. En dat deed hij zo goed. Uh, met uh, kritiek en met uh, oog voor wat ik had geprobeerd. Ja. Uh, die, door andere mensen in die vergadering, uh, onder andere John Appel, uh, werd de film helemaal afgekraakt. En, uh, en uh, hoe heet ze nou ook weer? John Appel van Anderhaatse, hij geloofde in mij. En Coco Schrijver. Zij... Ja. Die heeft het gefileerd. Oh ja. Maar ik had ooit in de. Die is Coco Schrijver ook alweer. Dus ook een maker. Ja. Maar ik had ooit in mijn film over uh, Frans Bomet, daar had ik Frans gefilmd in een, uh, in een... bij een raam. En hij leunde zo tegen dat raam en ik filmde hem. En toen zei hij tegen mij uh, ik ga ook eventjes uh, dramatisch uh, kijken en uit het raam uh, zielig zitten staren. Net zoals André uit die film van hoe heet die maker ook alweer? Dus dat had John Appel natuurlijk gezien. Ja. Maar goed, dat, dat is dan het verhaal wat ik eraan geef. Ja. En toen kwam Hans Aarsman Heel verfrissend. Is erg aan de vorm van interpretatie. Maar Hans <laughs> kwam met een heel verfrissend uh, uh, kijk. Op ja, die, die, die stipte misschien ook wel de zwakke punten van die. Uh, ja, het, het is misschien ook een van mijn zwakste films, maar uh, ik vind het nog steeds wel een echt. Ik had bij die film maar eigenlijk los... meer het idee ik moet ook toch een beetje een, een uh, dit gaat wel over iets heel groots. Ja, maar los daarvan, Dave, denk denk dat het bij eigen wijze en fanatieke makers weinig voorkomt dat er iemand langskomt die dingen zegt waar je echt uh, die je echt serieus kan nemen kun je dit nader toelichten nou dat 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 als je als je als je dingen maakt met een duidelijk idee van hoe je ze wil maken ja? en dan weet je heus wel dat 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 het ene uh, product minder geslaagd is dan het andere maar dat het niet vaak voorkomt. Dus als je iemand bent die met, met een soort idee en hart en ziel. En een zekere eigen wijsheid dingen maakt. Dat het dan niet vaak voorkomt dat er mensen langskomen die kritiek op je geven. Of die commentaar geven op wat je hebt gemaakt. Waarvan je dan echt denkt. Oh, dat is interessant. Daar kan ik echt wat mee. Het is natuurlijk meestal zo dat je denkt. Ja, ja, lul maar raak, uh, ik ben het toch niet met je eens. Of, of, of je snapt ja, het, snap het bij, toch het niet. Dat komt echt. bij mij wel voor. Ja. ja, met Hans Aarsman dus. Ja. Komt dat vaak voor? Uh, af en toe. Uh, uh, Jos Palm, die kwam na afloop van Otto Frank, kwam hier naar me toe. En gaf een heel steekhoudende opmerking over het begin van de film. Hm. Uh, waar ik zelf ook aan had getwijfeld. Maar goed, het, uh, ja, ik, kan dat wel, ik vind het wel moeilijk. Maar niet zo moeilijk als jij om uh, kritiek uh, te, ontvangen. te ontvangen. En met Hans dacht je toen van, die moet, ik, die moet ik bij me houden. Ja, en die kan op een goede manier kritiek leveren. En die denkt niet uh, in het stramien van de documentairemaker. Hij is zelf fotograaf geweest en nu fotodetective. Dus die kijkt op een hele andere manier. Heel scherp en heel. Uh, ja, los van de conventies. Ja. En ik ben meer. Uh, iets meer in richting van. Ook een cinematografische beleving ervan maken. Nou, dat lacht hij me keihard uit. Maar ja, ik vind zo'n shot uh, in Wassenaar of bij, de, bij het Graf. Dat Theo in zo'n rolstoel door langs de grafstenen. Ja, dan wil ik gewoon een mooie camera die dat in beperkte scherpte diepte vastlegt. En de, de mooie, het mooie licht erin. Ja. Daar kan ik ook op kikken. Ja. Of, uh, het, of, of het fietspad waar hij op is doodgeschoten. Heel kloos. Ja, wat ik... Uh, heel kloos ja. ja, dat vond Hans ook aanvankelijk Pathetisch. heel... Pathetisch. Ja, want ik had eerst een, een soort kuiltje gefilmd wat daarin zat. En hij zegt, nee, je moet de echte, de echte gaten die er nog zitten... Van de moord, die, uh, daar moet het om gaan. Nou, daar heeft hij me ook op gewezen en dat is terecht. Dus die heb ik gevonden met behulp van een bovenbuurman. Die zegt: Ja, twintig jaar geleden zaten die gaten daarin. Ze zitten er nog steeds. Dat ja. zijn de kogelgaten. Dus ja. daar heb ik me toen ja, op gefixeerd en ja. in verschillende weersomstandigheden vastgelegd. Ja, door de, heel scherp. De, heel scherp op de, op de gaten. Ja, ja maar dat, ja. dat hoort ook bij de cinematografische ervaring. Ja dat, ja, dat de achtergrond enigszins onscherp, dat is nu de mode, hè? dat de achtergrond is onscherp en het object... Ja, maar sowieso, het is gewoon een soort, soort heel helder, mooi, visueel indrukwekkend beeld wat je dan even ja. aanbiedt aan de kijker. Ja. Ja, en dat vindt, Hans vindt dat pathetisch. Ja. 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 ja, Hans is natuurlijk wars van elke vorm van aanstellerij of uh, wiegdichtmacherij, die vindt, vindt dat alles een soort basic moet zijn. Ja, die zat een keer bij mij in de tuin. En mijn tuin is het aangebouwd tegen een schuur van de loodgieter. Ja. En dat is zo'n schuurtje gemaakt van hele brede betonnen delen. Ja. Dus in, een soort stroken van beton. Zei ik zei, jezus, wat is dat een mooi schuur. <laughs> ja. Dus ja. Zo fotografeerde hij zelf ook. Helemaal, ja. Hij wilde altijd zichzelf weghalen, toch, uit de foto's. Dat, dat... Ik weet niet of dat de essentie nou is, maar... Nou ja, het moest altijd in ieder geval los zijn van elke vorm van aanstellerij of mooi. mooi, mooi, mooi. Nou, eigenlijk net zoals ja. Frans met natuurlijk. Die ja. ook een, een anti-estate anti is. Ja, en hij ja. heeft zijn strijd helaas verloren. Want uh, bijna alle fotografen die nu in hoog aanzien uh, staan, zijn nog steeds schilderijenmakertjes. Zeker. En Frans heeft zijn strijd ook verloren. Want iedereen maakt de mooiste shots natuurlijk. Ja, het wordt steeds... Hij begint ja. zelf ook steeds mooier te filmen. Nou, laat het hem niet horen is het een eenzaam proces voor jou zo'n film maken of is het uh... ja ik uh, in dit geval helemaal want in het begin was er geen geld en uh, moest ik alles in mijn eentje doen uh, ik had geen redacteur, ik had geen uitvoerend producent NPO Fonds uh, had een heleboel uh, had mijn prachtige plan afgeschoten dat ze te vonden dat ik hem te idealiseren, Theo van Gogh. En nog een paar dingen die ik niet kan uh, navertellen, waarom dat in vier versies is afgewezen. Dus, waarom kan uh, je dat niet navertellen? Nou, misschien is dat woede of zoiets, dat ik, maar ook omdat het misschien gewoon onsamenhangend is, die afwijzingen op dit plan. Maar je kan het niet navertellen omdat het praktisch onmogelijk is of omdat iets, iets in jou weerhoudt om dat na te vertellen? Je ervan misschien beide. Ik, 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 kon, ik kon er geen chocola van maken van, van die afwijzingen. Van wat bedoelen ze nou eigenlijk? Ze, ze noemden dingen die gewoon niet aan de gang, aan de hand waren. Ja, bijvoorbeeld ja. dat ik hem zou bewonderen of zou idealiseren. Maar ja, daar, zit, daar speelt dus misschien dezelfde, uh, hetzelfde pro procedé is daar aan de hand als, als met die resistenten van NRC. Dat, het gewoon... dat soort dingen bij weer, Theo weer, van Gogh. Weerzin tegen Theo van Gogh is dat meteen. Alle stekels uitgaan, en ik heb het na tien minuten afgezet. Of we hebben dat plan misschien amper gelezen, maar we willen het niet. Ja, de ja. meeste mensen die ik hierover spreek uit het vak zeggen dat dit een politieke beslissing is geweest. Aan de andere kant, uh, uh, Menna Laura Meijer is al tien jaar bezig met Pim Fortuyn. Dus nou, dat was toch ook wel een uh, omstreden iemand. Dus ik, ik weet het niet. In ieder geval was daardoor het eerste jaar uh, heel eenzaam. En. Uh, maar je, vond, je, je, je was echt vastbesloten dat je dat wilde, dit wilde maken? Afwijzing of niet, geld of niet? Ja, al twintig jaar of zo wilde ik dit. Sinds hij vermoord is? Ja. ja. Je wist dat eigenlijk meteen toen hij vermoord was? Nou, ik had hem al ontmoet in de jaren negentig en hem geïnterviewd. En bewonderde zijn interviews dus heel erg. En uh, toen hij vermoord werd, toen uh, was ik bij de Keuringsdienst van Waarde. Daar werkte ik toen. Uh, mijn dochter was uh, twee weken daarvoor geboren. Uh, die is vandaag precies twintig geworden. Gefeliciteerd. Dankjewel. En uh, ja, ik was echt in een soort shock en ben naar de moordplek gegaan om die kogels toen ook al die kogelgaten vast te leggen. Een paar dagen later en toen reden ook de fietsers al uh, daar overheen. En er is nog steeds geen monument daar. Maar uh, ja, toen ontstond het idee, maar de andere mensen waren ermee bezig. Theo van Gogh en uh, dus ik zat voortdurend te azen op uh, van Gogh, uh, hoe krijg je dat voor elkaar? En toen kwam... Je wist dat hij van jou <kijkt> moet zijn. Nou ja, ik wist dat ik uh, pijn zou leiden als ik het niet zou doen. Dus toen Pieter van Huis er bij me kwam om met, uh, die, die de biografie recht had gekocht, toen uh, sprong een gat in de lucht. En maar toen was je dus eigenlijk al bezig. Nee, ik was niet echt bezig. Nee. Je zei in het begin was er nog geen geld of geen, geen redacteur. Dat gebeurde, geen... dus nadat ik gevraagd ben, ben, ben ik zijn werk ja, ja. gaan kijken. Dat is het okay, dus eerste. Pieter, jaar. die, die documentaire producent is, die had, die had de recht op die biografie gekocht. En die ja. zei, ik wil dat jij er een film op maakt, maar toen was er verder nog geen geld, geen toestemming. Nee, Pieter en... heeft uit eigen zak, heeft dat eerste jaar voor, voorgeschoten, omdat de NPO. Uh, en Pieter wist NPO dat Fonds. jij moest maken die film. NPO Fonds wilde dat niet geven. En Pieter die wilde zelf die film maken met mij en Jaap. Dus dat was het driemanschap in dit geval. En maar ja, ik moest het dan gaan maken. En, ja. en dat eerste jaar heb ik, heb ik heel veel aan Jaap gehad door zijn research. Ja, Maar hij wist dat jij de documentaire maker moest zijn. Die ja, dat ik de regisseur moest. Ja. Dus ik heb zo snel mogelijk uh, materiaal verzameld en ben ook meteen al mensen gaan interviewen en gaan monteren. Dus en ik, want ik wist, ik heb hier 2,5 jaar voor. Noem, voor Renate Rubenstein had ik drie jaar. Uh, en ik wist ook al snel, dit gaat een serie worden. Twee keer zo ingewikkeld als Renate uh, kom, komt het eigenlijk op neer. Dus ik moet in veel minder tijd moet ik dit gaan doen. Dus ik ben eigenlijk vanaf begin af aan, met name het eerste jaar, helemaal kapot gaan werken. Door al die dingen te zien, al die interviews te draaien. Dus dat was eigenlijk bovenmenselijke uh, uh, opgave. Dat eerste jaar heb je echt helemaal. Alsof de duivel je op de hielen zat. Ja, ook geen sociaal leven. Uh, ja, goed in die montagekamer genoot ik natuurlijk. Kijk je van, daarop terug als een gelukkig jaar? Als een gemengd uh, gelukkig jaar. Want het, het, het leuke was het, het maken en het, het zien van al die uh, dingen van Theo. En uh, de ontmoetingen met uh, mensen die, hem, uh, die van hem hielden. En het uh, zover krijgen van mensen om voor de camera plaats te vinden. En uh, het, het vinden van de oude schoolvriendjes en zo. Die hele researchfase liep daar eigenlijk ook nog dwars doorheen. Van wie laat je aan het woord en wie. Uh, hoe vind je mensen? En wie zijn de geschikte mensen? Maar ja, toch ook wel heel erg eenzaam. Dus dan na een jaar begon het leuker te worden en ben ik ook met externe cameramensen dingen gaan draaien. De, de scènes in Wassenaar en zo. En met Want een... die interviews die doe je helemaal alleen. Die doe ik in mijn eentje, ja. Was het bij die film die je over je vader hebt gemaakt dat je ook bent begonnen jezelf te filmen terwijl je interviewde? Ja, dat is eigenlijk uh, de enige waar ik echt prominent in beeld kom. Ja, want kom. hier doe je het een heel enkele keer. Ja. Maar echt, uh, ja, bijna als een soort cameo. Ja. Dat je heel even jou in die interviewopstelling achter de camera ziet zitten. En ik meende dat beeld te herkennen van die film over je vader. Ja, dat was precies zo. Ja. ja. Ja, in dit geval was het minder relevant en dat was ook wel het. Waarom heb je het, waarom heb je het toch gedaan aan enkele? Hoe vaak heb je het gedaan in die vier delen? Eh, drie, drie korte vraagjes, geloof waarom, ik. Waarom? Um, ik, ik geloof dat het bij de, de scène over dat Theo beweert dat hij met zijn moeder naar bed is geweest. Uh, en toen moest er een brief voor gelezen worden die Theo. Aan zijn psychiater schreef. Ja. Uh, en die overhandigde En die, die, heb ik, die heb ik haar voorgelezen. Ja, ja. Uh, iemand anders die leest hem ook voor. En dan neem ik het over, zeg maar, midden in die brief. Ja, en dan reageert zij. En ik wilde laten zien dat, dat zij reageert op ja, iets. Ja, ja, ja. Ja. Ja, ja. ja, ja dus het had, de keren dat je erin zit, heeft het wel een soort nut in het verhaal. Ja. Het is niet van gewoon heel even jezelf laten zien... Nee. Nou goed, zoals Hitchcock ook zijn cameo's maakte in zijn films. Maar... Ja, en bij Foto Eddy was dat veel logischer dat ik vaak. Ja, was Ja, daar was jij... Het was jij... mijn zoektocht naar mijn vader, ja. Hoe was dat om die film te maken? Uh, dat was... Uh, De vader was anp fotograaf? Uh, NOS Journaal. NOS Journaal, oké. Okay, ja. Maar die heeft ongeveer... Ja, iedereen in Nederland die er vagelijk toe deed... die ko ko kon op een bezoekje van hem rekenen. En dan maakte die... Ja, stijlvolle, iets, iets tussen een stijlvolle foto en een pasfoto in. Ja. Het is een soort, soort, soort hele neutrale portret, maar ze zijn toch heel mooi. Ze hebben, ze hebben toch iets. Ja, vind ik ook. Ja. En dat deed jouw vader. Ja. En je, bent, je hebt een film gemaakt waarin je ja, uitzoekt wie hij eigenlijk was. Ja. ja. En ik, ik had dat archief, nadat hij was overleden in 2002, heb ik als een soort bezigheidstherapie heb ik al die 80.000 negatieven gescand. En gekeken van wat daar eigenlijk in zit. Want ik kende hem alleen maar. van die pasfotootjes voor het NOS-journaal in Vrij ja. Nederland, ja. bij Bibeb. En daar ontdekte ik ineens dat hij uh, fantastische. Uh, meer schilderijtjes had gemaakt in de jaren 50 en uh, 60. Met Tom Pauka gingen ze dan door ongerept Europa. En daar, ja, daar zie je uh, Europa zonder haast, zou je het kunnen noemen. de, 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 de jaren 50, eindjaar 50, ja. maar toch ook al het begin van de jaren 60. Het waren fantastische foto's, zaten er daartussen. En, uh, nou ja, goed. Die vormen eigenlijk de basis van die, van die film over mijn vader. Van, wat, uh, Hoe kan die man die, die twee carrières hebben gehad? Wat is er misgegaan bij Verenigde Nederland? Ja, wie was hij eigenlijk? Ja. ja. Hoe was dat voor je om die film te maken? Ja, dat was dus zwaar. Uh, omdat ik. Uh, ja, het is een dramatisch leven, een alcoholist. En,. Uh, ook wel een heel narcistische man. Uh, dus het was niet de ideale vader. Uh, dus daar was de confrontatie mee. En ook met die scheidingen. En uh, het gedoe met zijn uh, laatste vrouw. Dat was allemaal heel moeilijke materie. Maar ja, dat werd dan weer overschaduwd door het door plezier van het onderzoeken en naar plekken gaan. Uh, waar hij geweest was. En. Ik ben bijvoorbeeld ook in uh, auschwitz bierkanaal geweest, in de gaskamer waar zijn moeder dan waarschijnlijk uh, aan de einde is gekomen. En dat was, was best uh, louterend. Uh, om gewoon die plek te zien, waardoor het niet meer een soort uh, uh, monsterlijke plek was in mijn hoofd. Maar gewoon daar in Auschwitz, op 30 meter naast huizen waar gewoon lichten branden waar nog steeds mensen. Op uh, 20 meter van de ja. gaskamers wonen. Van een uh, douchecel. Ja. ja. Dus, dus het is heel erg tweeledig. Het is een confront moeilijke confrontatie. En uh, het heeft me geholpen om. Uh, dat he hoe heeft het je geholpen het maken van die film? Dat, dat allerlei verhalen. dat ik die heb kunnen uitzoeken. Bijvoorbeeld het verhaal over zijn onderduik. Daar wist ik heel weinig van. Dus ik ben gewoon in de politiearchieven gekeken. En heb daar gezien hoe. Uh, hoe, die, uh, uh, hoe er een inval is geweest in het, het huis waar hij ondergedoken had gezeten. Waarbij uh, de Duitsers door de planken waar hij onder zat met een pistool heen schoten, maar hem net misten. Uh, dus ik heb ook allemaal dingen kunnen verifiëren die hij verteld had. Hoe hij uit een school, toen, hij is uiteindelijk gearresteerd. En is uit een raam gesprongen. Ik heb dat raam hoogstwaarschijnlijk gevonden en daar gedraaid. En dat, ja, dat voelde. En dat doet ertoe. Dat je op die plek bent. Dat je ja. daar hebt gestaan. Dat voelde heel goed, ja. Ja. Gek, hè? Ja. Ja, ik voel me ook wel verwant met uh, daan Heerma van Vos. wat hij vertelt over hoe hij dan met die dood van zijn vader is omgegaan. en hoe hij een balans weet te vinden tussen. Uh, de aversie tegen wat zijn vader allemaal heeft aangericht, toch ook? Ja. En de mooie dingen en de inspiratie die hij hem heeft gegeven. Zonder. Arend Jan was hij geen schrijver geworden, zegt hij op een gegeven moment. Nee. Ja, nou, en zonder mijn vader was ik waarschijnlijk ook geen filmer geworden. Nee. Dus het is een, uh, een, een vloek en een zegen. Ja. Ja. Hoe zit dat bij jouw vader eigenlijk? Uh, <coughs> wat, hoe zit wat precies eigenlijk? Die balans tussen uh, boosheid en uh, boosheid, inspiratie. Boosheid voel ik geloof ik niet. Oh. Ik heb hem ontmoet toen ik uh, dus volwassen was. En uh, um, uh, ja, ik heb ik heb hem toen nog tien jaar of zo meegemaakt en dat vind ik heel, ben ik heel blij om. Oh ja. Ja, gewoon uit, uit pure nieuwsgierigheidsbevrediging. En ik heb heel, heel, heel veel spijt, want ik heb een interessant en roerig leven gehad. Heel, heel veel spijt dat ik nooit met een recorder bij ben gaan zitten. Ja. Yeah. En gewoon drie, vier uur lang of tien uur lang, of weet ik veel, zo lang als er nodig was. Gewoon even dat verhaal heb, uh, ja. heb opgenomen. Ja. ja, onbegrijpelijk. Dat moet iedereen eigenlijk doen. Ja, er zijn nu ook van die boeken uh, met, met ja. voorgestandste vragen die je aan je ouders stelt. Ja, ja maar dat, wat uh, mij bezield heeft om dat niet te doen, is mij echt een raadsel. Ja, ja. de loop der dingen, de drukte. Ja, of misschien toch ook gewoon schroom om het te doen. Ja, kan ook. Ja. ja Zo druk had ik het nou ook weer niet. Ik bedoel, ik heb, ik heb ook urenlang met hem in cafés gezeten. Omdat we toch ook wel even een recorder erbij kunnen leggen. Ja. Ja, niet zoveel moeite geweest. Maar die film over je vader heeft je, heeft je wat opgeleverd. Ja, en er zijn ook wel raadsels gebleven. Van ja, hoe mijn grootouders nou precies zijn verraden en zo. Ja, maar gaat het om het, om het oplossen van raadsels? Of gaat het ook om jezelf de, de tijd geven en de, de aandacht te brengen om... Om je gewoon even heel lang en intensief in zo iemand te verdiepen. Ja, allebei. Ja, ja ik vond het heel. En uh... ook jouw autistische aard, dat je die raadsels op wilt lossen. Ja, echt. Als een detective probeer je ja. in het Nationaal Archief. dat ik dan las in een politierapport. hoe mijn grootvader. de Jood de Jong. Ja. in, uh, in zo'n strafblad. strafrapport van Ganse Fles. een beruchte verrader. Hij haalde de Jood de Jong op. Op het station in Utrecht. Ja, ja dat is een. Uh, ja. En dat vind jij bevredigend als je gewoon de feiten. De, ja, de, de afschuwelijke Gewoon de daden. ervan. Ja, de daden. En dat heb ik ook, ook als ik het nieuws lees en ook de, de media waar ik van geniet. of de podcast waar ik van geniet. dat je laat zien hoe daders te werk gaan. wat ze hebben gedaan, hoe ze het hebben gedaan. En uh, daar vind ik figuren zoals. Uh, zoals Poetin en Trump. Uh, heel erg interessant ja. dat, je, uh, dat je door onderzoeksjournalisten dat blootgelegd ziet worden. Ja. Daarom ben ik ook gek op Zembla en dat soort uh, belangrijke... Maar Theo van Gogh en Israël ook, dat waren natuurlijk ook gewoon boeven. Ook. En gravers. En gravers, ja, maar ook, 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 ook misdadigers. Niet in niet in justitiële manier, maar in wat ze mensen hebben aangedaan... en hoe ze tekeer zijn gegaan en hoe ze... Ja. ja, misdadiger. Ja, goed. Ze hebben heel veel mensen verdriet gedaan, ja. zeg ik altijd. Ja, <laughs> ja. En heel veel plezier geschonken. Ja. ja. Heeft die film over Theo iets opgeleverd, denk je? Um, nou, misschien Schroom om nog een keer een serie te maken. Want die heb je nu. Die heb ik nu wel, denk ja. ik. Maar ook, ook wel weer enthousiasme. Ik zou het nu eigenlijk wel in een heel groot team willen doen met heel veel mensen. Een hele goede research zou ik een uh, serie willen maken over gif. Dus hoe gif in je lichaam belandt. Uh, wie dat doen. Wat de daders zijn. Hoe de geschiedenis is van gifbestrijding in Nederland. De keuringsdienst van waren. Uh, dat zou je heel mooi in een serie. Maar dat, dat ga ik niet mee in mijn eentje doen. Dat, is, uh, dat, dat, dat wil ik eigenlijk nooit meer. Nee? Nee. Het is gewoon te zwaar. Je hebt nu. Want, want je hebt heel wat eenzaam werk verricht. Ja. Een film over Renate En over Peter Vos. Over. Je vader of Frans moment Dat lijkt me allemaal allemaal solo-projecten. Met natuurlijk hier en daar een, een, een hand- en span dienst door deze of gene, Maar dat is toch echt, dat zijn jouw dingen. En je hebt denk ik nu met deze film over Theo, of deze serie over Theo. Zou ik maar zeggen, je, je meesterwerk afgeleverd. Dus nu moet, je, oh. nu moet je iets anders. Ja, nou ja, ik uh, ben bezig met de ontwikkeling van een podcast. En ik wil eigenlijk een podcast ala la Teun van Deuken en uh, Gijs Groenteman maken. Ja. Maar dan iets meer journalistiek. En dus daar ga ik volgende week over praten. En ik ben bezig met een podcast over bergbeklimmers. Heb je mijn Sisyphus alles uh, geluisterd? Nee, maar daar heb je me wel op gewezen. Ja, <laughs> ja. <laughs> ja dus dat, vind, dat, dat medium podcast vind ik echt geweldig. Uh, om, uh, omdat je dat overal kan, kan beluisteren. En dat is daar zeg maar mijn methode uh, ook weer hanteren. met verschillende sprekers, verschillende archiefdingen en zo. En dan wil ik Everest 1984, de eerste Nederlander. Mount Everest. Everest. Ja, daar wil ik iets over maken. En, uh, ja, tv. Maar dat wordt ook weer een eenzaam avontuur. En dat wordt ook weer een, een montageklus om, om u te hebben. Nee, ik wil het wel met anderen ook gaan maken. Oké. Okay. Ja. Weet weet, Oké. Okay. Ik ben benieuwd of je dat, of je dat, of je dat kan. Je, ja, ik ook, ja. Is eigenlijk Theo van Goog, als je dan zo'n film maakt, al die jaren dat je eraan hebt gewerkt, wordt hij een soort aanwezigheid in je leven? Iemand met wie je bij wijze van spreken praat, of die soort constant. Uh, ergens soort in je hoofd of in de kamer voor jou aanwezig is? Ja, eh. Uh... Dat, ik, ik sprak laatst iemand uit de financiële wereld en toen, toen stelde ik de vraag, uh, ben jij integer? En die begon meteen met ja. En toen kon ik gewoon niet inhouden om keihard te lachen. Ja. Omdat, ja, hij gaat, Theo gaat in je zitten dan, na een tijdje. Dus je bekijkt de wereld door die bril en dan kijk ik de wereld door de brillen van uh, Winter Schippers en Isra Meijer en uh, Haanstra en allemaal mensen. Ja, die, die ja hebben... eigenlijk zijn het mensen dus inderdaad die je in je jeugd Troost en veiligheid hebben geboden. Ja. En die maak je jezelf gewoon, die, die, die trek je nog meer in je leven. door die films of door die, door die dingen over ze te maken. Ja, en dat, ja. maar af en toe komt er ook iemand bij, die Ellen Berliner, die. Uh, of die Ken Burns. Ja, die, die uh, Ja, maar het zijn het mensen die je die, 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 die ook tot je wil nemen. Nou, die in me zitten, ja. In je zitten, ja. Ja, ja dat is heel prettig. Ja. En zo'n film over iemand maken. dan. dan dring je natuurlijk door tot in de vezels. van die persoon. Dat probeer ik, ja. 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 Wat een avontuur, hè? Ja, het leven. hè? Ja. Ik vind gif wel interessant. maar het is wel een heel erg niet. Het is een ding. Het is geen mens. Ja. Ja. Maar goed, ik, daar wil ik mezelf dan weer als uh, paspoortoto nemen. en mijn eigen. Uh, heb heb veel angst voor gif. Angst. Ja, die, die angsten zitten ook in die bergbeklimmerspodcast. Die, die begint eigenlijk met mijn angsten voor, voor van alles. En dat die bergbeklimmers dan maar gewoon zo'n achtduizender beklimmen. En uh, ik lekker hun boeken zit te lezen in, uh, in mijn bedje. Ja. ja. En dat bij GIF is de bedoeling dat ik ook ga meten hoeveel PFAS er in mijn bloed zit. En wat ja. voor consequenties dat heeft. Ja. Want, Want je bent daar eigenlijk altijd bang voor. Je voelt die PFAS nou, door je bloedstromen. In zekere zin wel, ja. ja, 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 ja. Dus ik, 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 ik weet dat, ja, dat, dat dat gewoon een risico is. En ja. ook als ik veel eet of als ik veel drink. Eh, alcohol is gif. Ik ben ook gestopt met roken ooit. Dat zijn allemaal dingen die, die ook uh, ja, die meespelen in mijn achterhoofd. Ja. Wat ja, risicoafweging. Denk je eigenlijk dat Theo van Gogh een angstig iemand was die zijn angst de hele tijd aan het overbluffen was? Door zich helemaal gek te roken, door alles te gebruiken wat er te gebruiken was. Door iedereen aan te vallen. Of denk je dat hij echt dat, hij, dat, hij dat gen van angst miste? Ik denk nu het, het laatste. Hij had iets te weinig angst. Ja. En uh, daar zeggen ook sommige mensen van dat dat zijn dood is geworden. Ja. Dat hij zijn deur niet goed afsluit en uh, zijn telefoonnummer in het telefoonboek. En. Uh, ja, en sowieso zo onverschrokken de strijd met ja, potentieel heel gewelddadige mensen aangaat. Ja, ja. dus ik, ik, ik wou dat ik iets meer van de dapperheid van Theo had. En ja. dat Theo iets meer mijn angst had gehad. Ja, dan had hij misschien nog geleefd. Maar dan hadden we ook ja. een hoop gemist. Ja, ja. Ach ja. Ja, David, ik feliciteer je heel erg met deze prachtige vierdelige serie. Uh, ik ga nu naar huis om deel 4 af te kijken. Um, en neem je dat dan nog op? In, dat komt dan niet uh, in de uitzending, jouw reactie daarop. Of op, ga je nog een deel nieuwe. Vier. ga je nog een nieuwe inleiding? Nou, ik niet meer, moet ik, ik ga niet meer. Ja, maar ik kan nu na, na, na het kijken van de eerste drie delen, kan ik al zeggen dat ik, het, dat, ik, dat, ik, dat, ik dat ik hem zonder enige terughoudendheid kan, uh, kan aanbevelen. Ja, ja dus de, de inleiding die je net sprak, dat wordt ook de inleiding van de uitzending. Ik heb nog geen echte inleiding ingesproken, dat ga ik zo meteen doen. Maar, maar voordat je de vierde hebt gezien. Ja, voordat ik de vierde heb gezien. Ja, maar goed, uh, David, ik doe alles met, met de Franse slag. Kijk, jij bent een perfectionist. Jij bent iemand, je vindt het waarschijnlijk onbestaanbaar dat je een inleiding zou inspreken op iets waarvan je niet alles dan van tevoren hebt gezien. Nou, ik vind het wel heel wat dat ik drie delen heb gezien. <lacht> ja. <lacht> ja. ja. Ja, nee, inderdaad. Hé, hey, ik kreeg nog een app van iemand in de Bali, waar ze een, een openbare herdenking... Vind je dat ze daar nog aandacht aan moeten geven? Dan wordt jouw film ook vertoond. Ik weet niet of je helemaal vertoond wordt. Daar komen deleted scenes, uh, oh, ja. is mij verteld. En dan wordt uh, jouw gesprek in een andere vorm herhaald over hoe je zoiets maakt. Leuk. Nou, daar en daarvoor is de, de, de officiële november. herdenking op het Leidseplein. Dat is op 2 november dan, neem ik aan. Dit ja. Alles. ja, ja. Dank je wel, David, voor Graag het maken gedaan. van deze film. Dank je wel dat ik hier mocht zijn. Ik verheug me op alles wat je nog gaat maken. En ik raad iedereen aan om deze film te kijken. En ook gewoon lekker in jouw archief te browsen. Die film over je vader is prachtig. Die film over Peter Voss was fantastisch. Over Renate Rubinstein. Ja, en vergeet ook niet uh, de geschiedenis van de nieuwslezers. Daar leer je ook heel veel over hoe je moet spreken op de radio. En uh, oh ja. wat spreken eigenlijk, hoe je dat doet. Oké. Okay. Dat is echt een van mijn uh, mooiste radio-dingen. Ja? De, de, de nieuwslezers. Nee, ik weet het niet. Alles titel. staat op je website, hè? Ja, dan moet je doorklikken bij Overig en dan Radio. Ja, dat is heel stom. En je heet David de Jong met een H achteraan. als mensen dat googelen, dan, uh, dan vinden ze je website en daar staat alles op. Dankjewel, David. En keep, keep up the good work. Dit was Met Groenteman in de Kast met David de Jong. Mijn naam is Gijs Groenteman. Redactie van deze podcast en alles netjes nieuw oortjes. Julia van Alem. het hele proces overzien door Karin van Duin. U kunt ons een mailtje sturen, podcasts.volkskrant.nl En geef ons, als het kan, vooral toch lekker veel sterretjes.